Albert Eshuis, ik heb van jou begrepen dat je oud-leerling bent en ook oud-leerkracht. Hoe heb je jouw jaren op het Erasmus ervaren? Als heel fijn. Ik was een hele bescheiden, volgzame leerling. En ik heb wel gehoord in andere jaren, ook in mijn jaar natuurlijk wel, waren er ook andere leerlingen. Maar gewoon heel prettig. Kijken wij naar. Arno Saint-Genet, je hebt in 2019 examen gedaan voor het VWO op het Erasmus. Hoe kijk je op jouw schooljaren terug? Nou, ik heb een hele mooie tijd gehad hier, 6 jaar lang. Heel veel leuke docenten gehad. Ik ben hier nu ook weer een aantal jaar later teruggekomen, omdat ik heel graag nog wat docenten hier wil zien die een deel al met pensioen is. Maar ja, dat zijn toch weer de mensen. Dat ook tijdens je studententijd, dan onthoud je achteraf toch dat de mensen zijn die echt een hele leuke tijd hebben gegeven op de middelbare. Hoe kijk je terug op jouw schooljaren? Nou, ik heb hier heel veel plezier gehad. Ik ging altijd leuk met de scooters en ja, was heel leuk. Ja, qua leren en qua lessen vond ik het ietsjes minder, want dat ging niet altijd even goed. Ik heb ook geen examen gedaan, moet ik heel eerlijk bekennen. Ik ben van 3 naar 4 HAVO nog overgegaan en 4 HAVO was minder goed. Dus toen dacht ik bij mezelf, laat ik maar naar het MAO ingaan. En dat heb ik dus ook gedaan. Dus, maar verder, ja, ik heb hier wel een hele leuke tijd gehad. Dus. Marijke Mulder, oud-leerling van het Erasmus. Hoe kijk jij op jouw schooljaren terug? Ik zou morgen weer terug willen. Dus kort en bondig, we hebben echt, echt fantastische tijd gehad. Nou, ik heb HAVO gedaan en ik heb echt, echt een hele mooie schooltijd gehad. Karel Essink, mag ik zeggen, u bent oud-leerling van het Erasmus en u heeft een boek geschreven. Inderdaad, daar heb ik mij voor de afgelopen jaren mee onledig gehouden, is een manier van spreken. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Mag ik iets zeggen hoe ik ertoe kwam? Mijn jongste zoon zei op een gegeven moment tegen mij, pa, wat heb je eigenlijk in je jeugd gedaan? Nou, dat was een goede vraag. Dat heb ik eens een paar jaar laten liggen en toen ben ik eens begonnen met mijn herinneringen op te halen. En die bleken allemaal gaten te hebben. En daar heb ik dus jaren over gedaan om die gaten allemaal op te vullen. En dat is dit boekje geworden. Wat was het bijzondere voor jou aan Erasmus? Ik kwam van de opleidingsschool. Dan moest je examen doen, toelatingsexamen doen om hier te komen. En het was natuurlijk overweldigend van een lagere school naar deze school. Ja, was heel, heel indrukwekkend. Hoe zou je het Erasmus typeren als scholengemeenschap? Nou ja, het is nog niet zo'n. Het is wel een hele oude school natuurlijk. Tegenwoordig zijn ze wat meer gemoderniseerd. Maar ik heb echt een hele leuke tijd gehad. Goede chaotische tijd ook wel. Er zijn niet heel veel tradities of zo, maar je hebt het wel echt heel gezellig. Wat was voor jou het bijzondere? Bijzonder? Gewoon het samen zijn met de jeugd toen en hoe dat ging. We hadden natuurlijk nog niet echt van die mobieltjes. En je hebt gewoon heel veel contact met elkaar. Ouwehoeren en vooral natuurlijk in de pauze. Dingen die niet mogen, graag doen. Hè? Dus ik heb hier wel... ik heb die wel als prettig ervaren, verder gewoon als leerling zijnde, zeg maar. Wat heeft het Erasmus voor jou betekend? Onder andere nog een paar hele goede vriendinnen, waar ik nog steeds aan heb overgehouden. Maar met name het plezier van alle jaren hier zitten. En ik rij er eigenlijk nog dagelijks langs, dus ik vind het mooiste schoolgebouw van Almelo. Kun je nog een bijzondere gebeurtenis noemen uit al die jaren? Jazeker, er was een keer een 1 april grap en toen was kennelijk besloten dat we van school zouden wisselen. Dus wij naar het Christelijk Lyceum en het Christelijk Lyceum naar ons als zoiets. Dat staat nog heel goed in mijn geheugen geschreven.